allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou lieve mensen, waar ga ik het over hebben? Ik weet het zelf nog niet. Ik laat het vandaag aan de kaarten over waar we het over gaan hebben vandaag. Want in mijn vorige video ging het eigenlijk best wel spontaan en heel erg, grappig eigenlijk. Dat ik dacht van, nou weet je, dat doen we gewoon wat vaker. Ik ga gewoon de kaart het voor vandaag laten bepalen wat het thema gaat worden. Dus, ik ga de kaarten schudden. Zo. Dan ga ik ze neerleggen. Ga mijn hand eroverheen. Voelen. Waar het tintelt. Hier een beetje warmte. Oké, nou, laten we eens even kijken. Ik ben vergeving. Vergeving is enorm belangrijk. Waarom is vergeving zo belangrijk? Omdat je daarmee jezelf bevrijdt van de ellende waar je in hebt gestopt. Maar ook de ellende of de wrok of de haat of de emoties die je naar een ander hebt of naar jezelf. Want dat kan natuurlijk ook. Dat gaat door je eigen lijf heen. Dus haat of kwaadheid, woede, dat soort dingen, dat zijn allemaal zelfvernietigende gedachten. En zoals jullie weten, omdat ik dat vaker heb verteld, hè, alles wat we uitspreken of wat wij naar onszelf toe uitspreken of naar een ander toe uitspreken, dat wat negatief is, dat is vernietigend. Omdat ons water, ja, dus 72% uit water bestaan we, dat is het meest beïnvloedbare element wat er bestaat. En onze gedachtes, die beheersen dat water. Nou, zeg maar eens een keer tegen jezelf. Ik haat mezelf, ik haat mezelf, ik haat mezelf, ik haat mezelf. Nou, dat weet je, als ik dat zeg, dan krijg ik al tegenstand. En dan voel ik me al helemaal ellendig worden. Ik vind het lastig om dat uit te spreken, moet ik eerlijk zeggen. Dus, hè, of zeg bijvoorbeeld van... ik ben lelijk of zo tegen jezelf. Of ik vermoord je. Of allemaal van die negatieve woorden. Ga maar eens naar jezelf. Ga maar eens aan jezelf voelen wat je daarmee voelt. En zeg dan daarachteraan. Als je dit een paar keer hebt herhaald voor jezelf. Ik hou van mezelf, ik hou van mezelf, ik hou van mezelf. Dan voel je een hele verlichting. En je voelt ook dat je lichaam blij wordt, dat je lichtere gedachten krijgt om die zware dingen die je op jezelf afroept. Vergeving is bijvoorbeeld hetzelfde ding. Kijk, het kan zijn dat je bijvoorbeeld in een hele negatieve sleur bent geweest in het verleden. Of dat je veel hebt meegemaakt. Of dat je jezelf een hele lange tijd lelijk hebt gevonden. Of misschien nog steeds lelijk vindt. Of dat je jezelf dik vindt. Of dat je jezelf verwijt van fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Of dat je had gewenst dat je een andere beslissing had genomen in het verleden. Of dat je spijt ergens van hebt. Of dat je ergens heel erg boos over bent. Of dat je boos naar iemand anders bent. Hè? Omdat iemand jou iets aan heeft gedaan. Of dat je een ellendige jeugd hebt gehad. Of je ouders die niet goed voor je waren. Of familie of vrienden. Of weet ik veel wat voor trauma's er allemaal kunnen zijn. En als eerste is het belangrijk dat je jezelf vergeeft. En dan krijg ik ook wel eens de vraag van mensen. Ja, maar het was niet mijn schuld. Hij of zij heeft het gedaan. Door diegene heb ik zoveel ellende in mijn verleden meegemaakt. En ik zal het niet... mijn kaarten vallen ervan op. En ik zal het niet tolereren. En ik heb kwaadheid naar diegene. En ik wil diegene wat aandoen. En ik heb wrok en emoties. En door diegene is mijn leven nu helemaal naar de maan. En is alles stuk. Ja, weet je. Kijk, die kwaadheid die je in je voelt op dat moment... of die je misschien heel lange tijd bij je draagt, die stagneert de kijk naar je toekomst. En dat is ook vaak wat mensen dan ook zeggen. Ja, maar doordat ik die beslissing ooit heb genomen, of omdat diegene mij altijd heeft tegengehouden, is nooit mijn leven iets geworden. Kijk, als je jong bent en als kind, weet je, dan sta je natuurlijk nog onder gezag van je ouders. En zit je onder die vleugels. En als je dan slechte ouders hebt getroffen,
ja, dan is dat heel erg vervelend. Als je dadelijk volwassenen bent en je hebt je eigen keuzes gemaakt, dan is het ook belangrijk dat je voor je eigen geluk gaat kiezen. Om wat je ook hebt meegemaakt. We hebben allemaal zoveel levens meegemaakt. We hebben allemaal die ellende meegemaakt. We zijn allemaal man en vrouw een keer geweest. We zijn ook allemaal moeder of vader geweest. We hebben allemaal wel eens daden gedaan waarvan we nu dat zullen verafschuwen of iets dergelijks. Ja? Het gaat er alleen om dat als jij jezelf gaat vergeven, is dat jij je lichaam weer gaat genezen en dat jij ook weer verder kan in jouw toekomst. En dat betekent niet dat je zou moeten vergeten. Hè? Als jij bijvoorbeeld, als iemand jou een slecht iets heeft aangedaan. En dat jij diegene moet vergeven en vergeten. En dat je dan weer met die persoon zou moeten omgaan. Nee, dat is mogelijk als jij er ver boven staat. Als je jezelf zo ver verwerkelijkt hebt. Dat niemand jou meer zou kunnen vernietigen of iets aan zou kunnen doen of in de maling zou kunnen nemen, want dan word je veel te helder voor. Je hebt voelsprieten. Je gaat steeds meer voelsprieten krijgen. Heel veel mensen die ook zeggen, ja, maar ik ben zo gevoelig. Dat is juist heel goed. Dat is heel goed dat je gevoelig bent. En dat is niet gek. En sommigen zeggen, ja, ik vind het vervelend of ik kan nergens meer tegen. Nee, vind je het gek? Het is ook veel te hard allemaal. Het is ook allemaal veel te, dat je denkt van, man, wat heb ik in godsnaam allemaal mee moeten maken? Of wat voor mensen trek je ook op je pad aan? Dat soort dingen. Ja, als je jezelf vergeeft en ook de ander vergeeft, dan maak jij je vrij en los van de haat en de wrok die in jouw lichaam woelt, ja, of stroomt. En deze kwaadheid of wrok die je naar die ander hebt of naar jezelf, omdat jij de verkeerde keuzes hebt gemaakt of dat je lelijk of dik bent of weet ik veel wat, dan, weet je, dan word jij er als mens niet knapper en mooier op. Je krijgt er juist rimpels van. Je krijgt juist een heel zuur gezicht of een angstig gezicht of een emotioneel gezicht. Of je voelt je er niet lekker door. Je kan niet van het leven genieten. En het kan ook in kleine beetjes zijn. Het hoeft niet altijd dat je het heel erg zo voelt. Maar het kan wel zo zijn dat jij sommige mensen gewoon niet meer kan zetten. Kijk, nu is er natuurlijk enorm veel op deze planeet aan de hand. En nou heb je ook heel veel mensen, hè, waarvan ik ook wel eens over heb zitten denken. Bedoel, zou ik een pedofiel kunnen vergeven? Nee, ik zou hem niet kunnen vergeven. Nooit, nooit. En wat ik wel kan, is dat ik kan bidden voor die mens. Ja, dat die gaat veranderen naar het goede toe. En dat diegene het licht gaat zien of naar God keert. Ja? Want dat is de beste energie die we kunnen uitdragen. Maar zou ik zoiets ter plekke ondervinden, ja, dan leeft die persoon zeker niet meer. Ja, want ik zou zoiets nooit tolereren, nooit pikken. En dat zijn denk ik ook wel de meest ergste dingen voor mij dan, dat er bestaat. Wat mensen met kwetsbare diertjes doen of met kinderen doen. Of weet je, moord, zeker, is ook vreselijk. Is vreselijk, dat komt daar dan nog bij. Maar dat soort andere dingen, vooral omdat het nog zo, kinderen zijn nog zo, ja, zo naïef. Of moet ik zeggen, zo open nog, open geest. Zijn kwetsbaar. Liefdevol. Er zit nog liefde in kinderen. En ja, afhankelijk natuurlijk hoe ze opgevoed worden. Maar ik heb daar heel vaak over na zitten denken. Zou ik zoiets kunnen vergeven? Ik vind het heel lastig. Dat moet ik echt heel erg zeggen. Maar vergeving staat er wel voor dat jij voor jezelf, kijk, als zoiets bij jezelf is gebeurd, wat vroeger is gebeurd, dan betekent niet dat je dat ooit moet vergeven, maar wel voor jezelf vergeven dat je deze situatie ooit in je leven hebt aangetrokken. Gebeurt het ook bij je ouders of in je familie? Kijk, we hebben allemaal onze ouders gekozen en ouders kiezen ook jou. En wat heel veel mensen niet weten, als zij dus zoveel ellende in een familie bijvoorbeeld meemaken, en die kinderen zijn bijvoorbeeld heel helder, hè, heel helder denkend, en
hè, ze worden ouder en dan denken ze, ja, ik ben altijd een buitenbeentje geweest. Ik heb altijd al ingezien wat hier allemaal gaande is. Ik heb al heel makkelijk kunnen zien hoe mensen de maling worden genomen. Of hè, dat dit systeem allemaal niet klopt. Die mensen of die kinderen, die hebben eigenlijk dit soort families aangetrokken om dan licht te brengen. Dat weet je niet als je kind bent. Dat is waarschijnlijk hè, misschien het gebed geweest voordat je uit je lichaam gaat. Dat je misschien een betere wereld van deze wereld wil maken. Of dat je iets wil gaan doen dat slechte mensen misschien dan toch nog gaan veranderen. Alleen als kind weet je dat niet. Ja, je weet niet dat jij dit hebt aangetrokken om daar iets mee te gaan doen. Of om daar licht te brengen. Of om juist een spiegel te laten zien. Want dat is eigenlijk ook, kinderen spiegelen heel erg goed. Waardoor ouders juist, of waar ouders of hè, in ieder geval verzorgers van moeten gaan leren. Niet iedereen weet dat. Te veel mensen zitten in hun ego. Zijn bang om zichzelf te verliezen. En dat merk ik ook als ik daarover nadenk wat vergeving inhoudt. En als ik al over dit soort thema's praat. Hè, zou ik zo iemand kunnen vergeven? Dan is er ook dat ik denk van, ik kan het gewoon niet tolereren. Ja, en gelukkig is er zoiets als karma. Het karma lost het vanzelf op. Want zo'n mens heeft al zoveel ellende en zoveel shit en zoveel negativiteit in zich. Dat hij zichzelf ook vernietigt met deze dwanggedachten of rare dingen of psychopathische weet ik veel wat. Die hebben al geen leven, die weten niet eens dat ze bestaan. Maar voor jezelf, ja, heb je zelf zo'n situatie dat je het jezelf hebt meegemaakt, is het heel belangrijk om jezelf te vergeven dat je zo'n situatie hebt meegemaakt. En dat je vanaf nu alleen nog maar liefde in je leven wil aantrekken. En dat je alleen nog maar liefde naar je toe wilt laten. En dat je jezelf een soort van, dat doe ik, een elektronische gordel noemen ze dat. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een elektronische koepel of zo waar je in zit. En dat is gewoon doorzichtig. Maar het is elektronisch. En dat beschermt je. En alles wat je denkt, dat bestaat. Anders zou je het niet kunnen denken. Dus als je gaat focussen en gaat visualiseren. Om jezelf te beschermen met positieve energie. Dus deze elektronische gordel van liefde en bescherming. Dan trek je deze troep allemaal niet meer aan. En zeg ook tegen jezelf, ik ben beschermd. En ik trek alleen maar positieve mensen aan in mijn leven. Ik trek alleen maar positieve ervaringen aan in mijn leven. Ik heb altijd geluk. Zeg het tegen jezelf. Ik heb altijd geluk. Ik ben een powervrouw. Of ik ben een powerman. En dat vind ik ook, als we het dan toch hierover hebben van, ik ben een powervrouw. Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik ben een powervrouw. En ik wil ook een powervrouw zijn. Ja, als we ook kijken naar de geschiedenis. Ik bedoel, alle verzetstrijders worden tot op de dag van vandaag nog steeds geëerd. Alle mensen die iets bijzonders hebben gedaan op deze planeet, die worden nog steeds geëerd. Alle mensen die voor zichzelf zijn opgekomen, voor hun kinderen of voor wie dan ook wordt opgekomen, die worden nog steeds geëerd. In tegenstelling, of superheroes of noem maar op, in tegenstelling tot de mensen die zich naar het slechte hebben bekeerd, ja, die worden verafschuwd. Mensen die nazi-praktijken volgen, die worden verafschuwd. Die zijn in hun tijd, hebben ze hun karma tegengekomen. Of een verkeerd mens tegengekomen waarvan ze het loodje hebben gelegd. Of ze hebben een rare ziekte ontwikkeld. Of, kijk, ze hebben een lijdensweg. Geloof me, die hebben hun eigen lijdensweg. Maar ik daarentegen, ik wil graag een powervrouw zijn. Ik voel me een powervrouw. En als jij een man bent, dan ben jij een powerman. Ja? Zeg ook tegen jezelf, ik ben een patriot of ik ben een powerman. Ik ben een powerman. Zeg het maar eens. En het geeft je power. Het geeft je kracht. Of ik ben een engel. Ja? Zeg tegen jezelf, ik ben een engel. Ik ben lief, ik ben zacht, ik ben een engel. Ik ben ook letterlijk een engel. Ik wil een engel zijn. Ik ben een engel. En als jij in die energie gaat van, hè, hoe zou een engel zijn? Hoe loopt een engel? Hoe is een engel? Hoe denkt een engel? Dan heb je ook engelengedachtes. Ja? Of als jij een powervrouw bent, dan voel je ook dat je power krijgt. En dat je gaat opstaan en dat je dingen gaat doen en dat je gaat opkomen. En niet zo'n slappe tatje. Ja? Of slappe hap. Want dat zijn al gedachtes die angstig zijn. Dus die leven in hun angst, letterlijk. Ze spelen de rol van angst. En als je in de rol van power gaat, of in de rol van engelen gaat, of in de rol van
meesterschap of in de rol van dat je goddelijk wezen bent, dat je God bent, dan ga je al in die energie zitten dat je dat bent. En zoals ik in mijn vorige video ook zei, God is het hoogste woord. Ik ben God. En er is niks mooiers dan dat. En vergeving, ja, vergeef jezelf en vergeef ook de mensen uit het verleden. Zodat jij je vrij voelt om jouw toekomst tegemoet te gaan. Ja? En dat jij niet meer die haatdragende gevoelens hebt in jouw lichaam. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat het jouw lichaam besmeurt of vervuilt. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja? Net als dat je twee potten met rijst hebt en je gaat tegen die ene pot alleen maar ellende zeggen en die andere pot alleen maar leuke dingen, dan zul je zien dat die negatieve pot rijst sneller gaat beschimmelen dan die met mooie gedachten. Er staan ook heel veel filmpjes daarop van op YouTube of op Google. Moet je maar eens kijken. En het is ook een leuk experiment om het zelf eens uit te proberen. En wij zijn ook daarin, ja, wij zijn heel snel beïnvloedbaar op dat gebied. Dus en dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat doe ik ook veel trainingen in geven over weerbaarheid. Ja? Dus hoe weer jij je in deze toestanden? Hè? Of hoe sta jij in jezelf? Ik merk ook veel mensen die bijvoorbeeld dan toch het moeilijk vinden. Ze zijn anti de regels. Alleen hebben ze toch last met zonder mondkap bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan. Of zonder mondkap ergens naartoe te gaan. Of toch maar niet langs dat restaurant te gaan. Uit angst dat ze misschien om een QR-code vragen. Of uit angst voor allerlei soorten gezeik of gezeur. Dat hoor je ook van mensen. Ja, ik heb geen zin in dat gezeur, dus doe maar op. Terwijl ze er zo haaks tegenover staan dat het helemaal niet goed is voor je gezondheid. Die angst continu. Hoe ga je daarmee om? Ja? Ik draag hem never nooit. Ik zal het ook niet doen ook. Ik ga toch niet iets doen wat slecht is voor mijn eigen gezondheid. Waar ben ik dan? Voor wie sta ik op? Wie staat er voor mij dan eens een keer op? Dat moet ik alleen maar zelf doen. Ja? En ik hou van mezelf. Herhaal dat ook heel vaak voor jezelf. Ik hou van mezelf. En ik vergeef mezelf voor de dingen die ik in het verleden mezelf heb aangedaan. En nu ga ik goed voor mezelf zorgen. Ik ben mijn eigen beste vriend. En dat is belangrijk, dat je dat tegen jezelf gaat zeggen. Ik ben mijn eigen beste vriend. Ik hou van mezelf. Ik hou van het leven. En het leven houdt van mij. En niets of niemand kan mij in een negatieve energie stoppen. Ja? Of in een negatieve energie beïnvloeden. Want ik ben de meester over mezelf, over mijn gedachtes. En dat is ook hoe vaker je dat gaat trainen. Of, want het doet gewoon zeer. Als mensen tegen je schelden of vloeken of negatieve energie zeggen. Het doet zeer. Het doet pijn aan je oren. Kijk, als je dat de hele dag zelf al gewend bent, dan zit je al in die negatieve energie. Ja? Er zijn mensen die vloeken en schelden de hele dag. Ik krijg het niet eens uit mijn mond. Want je wordt een fijngevoelige mens. En je trilt al op een andere energie. Dus die voelsprieten die zijn zo gevoelig. Mensen hoeven niet eens te schelden om die energie al te voelen. Dat je denkt van, wordt me te veel hoor. Of mensen die continu met je bezig zijn. Of je overal over veroordelen of beoordelen. Of weet ik van wat. Weet je, ik snap heel goed dat als je zo'n gezin of familie om je heen hebt. Of mensen of vrienden om je heen hebt. Dat sommigen daar gewoon niet meer zo goed tegen kunnen. En dat vind ik helemaal niet gek. En daarom is het heel belangrijk om voor jezelf op te komen en je eigen keuze te maken. Als je volwassen mens bent, als je 18 bent, je kan je eigen beslissing nemen. Natuurlijk, als het al erg genoeg is thuis, onder de 18 jongens, vertrek, blijf er niet. Maar ja, ik snap best als je jong bent, waar moet je heen als er niemand is die voor je zorgt? Maar ja, het is wel belangrijk om het misschien dan toch te delen met de goede mensen. En ik heb ook nog steeds wel cliënten die bijvoorbeeld problemen hebben met het uitspreken tegen hun familie. Wat ze in het verleden of in hun jeugd hebben meegemaakt. En dat dragen ze al die tijd als geheim bij zich. En dan denk je, jongens, je bent een volwassen vrouw. Je hebt al kinderen of een volwassen man. Je hebt al kinderen, heel gezin, alles erop en eraan. Waar ben je dan nog zo bang voor? Ja, bang dat er ruzie ontstaat. Maar ik weet het niet hoor. Die mens heeft jou dat aangedaan, hè? En ik zeg niet dat er wraak of zoiets moet komen. Maar het moet wel gezegd worden. Als je gaat zwijgen, gaat die persoon het bij andere mensen doen. En dat is een narcist. Narcistische mensen, ja, die moet je op hun stempel zetten. Heel snel. Ja, op een matje roepen. Die moet je met de grond gelijk gaan maken. Eigenlijk wat zij bij jou doen, moet je als spiegel terugketsen. Want
anders vernietigen ze nog zoveel andere mensen. Die mensen hebben namelijk geen liefde voor zichzelf. Die houden totaal niet van zichzelf. Die zijn al zo verbitterd en die gunnen jou dat geluk niet. Die willen ook niet dat jij gelukkig wordt. Dus als je zo'n personage bij hebt of je hebt toch iets uit het verleden of op seksueel gebied rare dingen, vreselijke dingen meegemaakt, spreek het uit. Ja, vooral als je al volwassen bent. Wees niet bang. Spreek het uit, zodat je enorm veel andere kinderen daarmee kan redden. Of andere vrouwen en mannen daarmee kan redden. En dat is ook voor jezelf opkomen. Je slikt het niet meer in. Want heel veel mensen die hebben dan zo'n kwaadheid, emoties bij zich. En een geheim diep geworteld wat ze eeuwig bij zich dragen. Wat niemand weet. En dan denk je, maar god. En ja, vaak zijn dat soort mensen ook mollig, hè? Die worden gezet. En waarom? Waarom worden mensen bijvoorbeeld dik? Ze willen zichzelf beschermen. En daarom eten ze het weg, hun emoties. En sommige mensen hoeven niet eens te eten en worden al dik. Omdat er zoveel ellende in het verleden is geboren wat met emoties te maken heeft. Dus ze hebben zorgen. Ja? Dus ze hebben zorgen. Ik zeg altijd, stress, daar word je slank van. En van zorgen word je dik. En dat is dus een stofje wat je aanmaakt, waardoor die insuline allemaal niet meer zo lekker goed werkt. En al dat suiker. En sommigen zeggen al van ja, ik kan er alleen maar naar kijken en ik word al dik. Nou, dat heeft daar dus allemaal mee te maken. Dat je diepgewortelde angsten bij je draagt. Angst voor de toekomst. En ja, dat je bescherming zoekt. Niemand is er die jou heeft beschermd of die voor jou is opgekomen als kind zijn. Of je bent misschien flink gepest of dat soort dingen. En niemand kwam maar voor jou op. Dan gaan dus heel veel mensen dus ja, een laagje vet creëren om een beetje ergens tegen te kunnen. Maar ja, vergeef jezelf van de zonde, noemen ze dat, uit het verleden. Of zonde van nu. En vergeef jezelf van de dingen die je tegen jezelf hebt gezegd. En vergeef de ander. Als jij al heel lang geen contact meer hebt of weet ik veel wat, vergeef hem of vergeef het. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Of let it go. Want je hebt er toch geen contact meer mee. En ga door met je creaties. Met wat jij wilt in het leven. En bid alleen maar dat de mensen naar een beter bewustzijn komen. In ieder geval een hoger bewustzijn. Zodat ze die dingen niet meer zullen doen. Of bid voor dat het karma terug naar de zender, dus wat diegene uit heeft gezonden, dat diegene terugkeert. Zodat het dan ook opgelost is. Dus één van de twee maakt niet uit wat je kiest. Maar verder is het heel belangrijk dat je er zelf dus zo weinig mogelijk kwaadheid bij hebt. Zodat het niet in je lijf komt. En dat is eigenlijk wat ik over vergeving wil zeggen. Dus ik ben vergeving en ik vergeef mezelf alle zonden uit het verleden en van nu. En ik ga vanaf nu mijn eigen beste vriendin zijn en alleen het beste voor me voor hebben en goed voor me zorgen. En ik trek deze ellende niet meer aan in mijn leven. Zeg dat tegen jezelf. Nou, lieve mensen, veel geluk. En bedankt voor het kijken. En vind je het leuk? Like me dan. En abonneer op mijn kanaal. En ja, deel mijn video natuurlijk. Als je vindt dat andere mensen daar ook wat aan hebben. En dan zie ik jullie snel weer terug.